openbare basisschool De Duizendpoot in Lindeneuvel besteedt aandacht aan het belang van natuuronderwijs, de stadsvogels en de aanstaande vogelteldagen. In de educatieve schooltuin van De Duizendpoot opende burgemeester Cox nieuwe nestkasten voor vogels. U heeft nu vandaag nestkasten geplaatst. Waarom eigenlijk? We hebben via de Vogelwacht Limburg hebben wij te horen gekregen dat er een subsidie aan stond te komen voor nestkasten. Daar hebben wij op ingeschreven samen met de Vogelwerkgroep Geleen. Om te kijken van met onze schooltuin zou dat een heel mooi nieuw project zijn waar je weer heel veel leuke lesjes aan kon doen. Wonder boven wonder zijn we uitgenodigd. We hebben €450 subsidie gekregen waarbij nestkasten en voedermaterialen hebben aangeschaft voor weer een nieuw project te doen in deze schooltuin. Maar nu was het heel leuk om dat te combineren met de vogeltelling. Vogelbescherming Nederland in het daglicht te zetten, de vogelwacht en de school natuurlijk ook. Is het leuk om daaraan bij te dragen. Om daar weer projectjes uit te nemen en te laten zien in Limburg van jongens, pak dit op, want het is zo belangrijk dat die vogels weer even in het goed daglicht gezet worden. Wat vindt u van dit project hier in Lindeneuvel? Uitstekend. Ik verbaas me altijd over hoe weinig dat kinderen, ook in mijn eigen omgeving, afweten van de natuur. En ik denk dat Frans hier als conciërge hier een geweldig initiatief genomen heeft. En daar op een prima wijze de kinderen probeert duidelijk te maken hoe waardevol cultuur is en wat je er allemaal mee kunt doen. Deze zijn geschikt voor de stadsvogels. En dan heb ik het over de mees. En dan kun je zeggen de staartmees, pimpelmees, koolmees, de merel, de vink. Wat heb ik nog? Winterkoninkje. De kraai. Die komen hier heel veel voor. Vogels die kinderen eigenlijk heel makkelijk aantrekken. We doen dan lesjes, korte lesjes. En ik zie dat ik nu naar een aantal lesjes dat kinderen mij al kunnen vertellen van... Er zijn 6-7 vogels die ze zo kunnen noemen. Weten de naam, weten wat voor kleuren dat ze hebben. Dan denk ik, nou, daar krijg ik energie van als ik dat kan meegeven aan de kinderen. Merkt de school aan de leerlingen in gedragsverandering als ze in de tuin bezig zijn? Ja, zeer zeker. Want vroeger had je alleen het grijze plein. En wij hebben het omgebouwd naar een groen plein. En ik mag zeggen, het groene plein, wij zien bijna geen ruzie meer. En op het grijze plein was altijd ruzie. En de fantasie van de kinderen, die is enorm groot geworden. Dus prachtig projectjes wat je ziet. Kinderen die een wip gaan maken, kinderen die een klimboom inkruipen. Kinderen die met slakken sommetjes aan het maken zijn. Die mij komen vragen van, meester, ik heb dit zaad thuis van mama gekregen. Mag ik dat in de tuin neergooien? En dan ga ik dat met dat kind samen in die tuin neergooien. Dus zoveel leuke, eenvoudige, kleine projectjes. Prachtig, prachtig om te zien. Heeft u 's morgens moeite om uit bed te komen? Eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit. Wat ik zei, ik mag nog 5 jaar werken. En ik doe het met volle plezier. Maar ik denk, zeker met dat schooltuinproject, dat ik dadelijk na mijn pensioen nog altijd vrijwillig aan deze school en schooltuin gekoppeld blijf. Goed, maar jongens en meisjes, dames en heren, ik heb een rondleiding gekregen. Mijn stem is een klein beetje, ik heb een klein beetje de griep, maar ja, dat krijg je op onze leeftijd. Hè. Ik ben onder de indruk, jullie hebben goed werk gedaan. Ik denk dat meneer Frans het geweldig goed doet hier op school. Dat iedereen blij mag zijn dat zo'n conciërge er rondloopt. En de kinderen hebben mij prima rondleiding gegeven in dit mooie gedeelte. En ik hoop dat jullie de aankomende lente en zomer, uiteraard herfst en ook in de winter, met elkaar heel veel van kunnen genieten. Want het is belangrijk dat we van de natuur houden, dat we weten wat de natuur allemaal is. En jullie moeten gaan tellen. Dus aankomende weekend moeten jullie gaan tellen hoeveel vogels er bij jullie in de tuin zitten. Ik ga dat ook doen, maar ik heb het gisteren gedaan, maar ik kwam tot 0. En mijn vrouw had er wel één gezien, maar heb ik waarschijnlijk de verkeerde kant opgekeken. Moet ik ze allemaal openen? Nee, alleen deze. Tellen jullie van 10 tot, nee, van 1, van 0 tot 10. Lukt dat? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Ja. Hier kan het testje.
die grote die van Joris en dit is voor mij? Dit is voor... Goed, nou dan moeten jullie goed voor de tuin zorgen, hè. Ja. Dan kom ik in de zomer nog een keer terugkijken of jullie het goed onderhouden hebben. Zullen we het afspreken? Ja. Dat is, ja. Is burgemeester Sjaak Cox zelf ook een vogelaar? Ja hoor, ik kijk regelmatig naar de vogels, dat klopt. Ik heb een redelijk grote tuin en ik probeer van daaruit ook te bekijken wat we allemaal aan de vogelgoed in ons land hebben. De laatste 2 jaar moet ik zeggen is het minimaal geweest.